La 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 la. De duur van de dag, zet je steeds aan je lach. Mijn naam is Mick en in deze serie ga ik de wensen van studenten en medewerkers vervullen om samen een leuke zomer tegemoet te gaan. Dit is Saxie on the Tour. Nou, Danielle, goedemorgen. Hoi. Waar heb je ons heen gebracht vandaag? Enschede, het Vaneke. Enschede. Waarom Enschede? Daar woont mijn team. Team podotherapie. Team podotherapie. En die gaan we langs gewoon op de koffie of? Nee, we gaan een trofee uitreiken. Een trofee, oké. Omdat ik heel erg trots op ze ben. Leuk. En we zijn nu bij de eerste. En als het goed is, hebben we ook een trofee. Laten we die er even bij pakken en dan gaan we ze verrassen. Helemaal goed. Super. Even kijken, want ik had hem hier staan. Kijk eens, dit is hem geworden. Wauw. Leuk, hè? Wat cute. Speciaal gemaakt door het FabLab in Enschede van Saxion. Super dus, gaaf, met voeten. Ja. Ja. En het beste beentje voor, hè? Je hebt je beste beentje voorgezet. Ja, voor ons maak je het verschil. Echt heel erg leuk. Super mooi. Zullen we de eerste gaan verrassen? Leuk. Top, ja. Gaan we heen. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben hier om jou een trofee uit te reiken. Kijk, omdat ik zo trots ben op ons team, heb ik een wens ingediend om jullie in het zonnetje te zetten. Oh. Dus het FabLab in Enschede heeft voor jullie een trofee gemaakt. Oh. En nou, dus namens mij en het hele team eigenlijk, dat ik heel erg trots op jullie ben en heel blij met jullie ben. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk, Joyce. Had je dit verwacht? Nee, dit had ik niet verwacht. Nee, nee. Leuk, hè? Ik zit echt midden in een vergadering waar ik vastzitter van ben en ik zie opeens allemaal mensen van... Ja, maar voor dit positieve, ik denk dat ze dat wel zullen begrijpen, toch? Ja, denk het ook wel. Ik zal het wel even laten zien in beeld. Nou, Dusje, de groeten daar allemaal in de vergadering. Ja, dankjewel. Ze hebben een leuke voorzitter, of niet, Danielle? Hartstikke leuk. Ja, helemaal goed. Hey, bedankt, Best. Joyce. Ja. En succes verder. Ja, dankjewel. Ciao, doei, doei. Zo, en we zijn weer onderweg. Yes. Dat was echt leuk. Ja, dat was lachen, hè? Ja, ja, lachen was ja, echt heel leuk. Ik ben benieuwd hoe de anderen reageren eigenlijk wel. Ik ook. Ik hoop ook dat ze thuis zijn. Dat hoop ik ook. Het zou een beetje zonde zijn dan. Oké, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Evi. Hallo! Ik heb een wens ingediend voor Team Podotherapie. Omdat ik zo trots op jullie ben. Ja! Dankjewel! Dus dat was nou de belangrijke meeting van maandag. Daarom moest om 11:30 thuis zijn. Ja! Oh, wat cool! Succes! Dankjewel! Ciao, hè! Doei! Werk ze! Ja, hallo! Ik had je onder valse voorwenselen gevraagd wie thuis was. Jullie krijgen allemaal een trofee. Dankjewel. Omdat ik vind dat jullie het beste team van Nederland zijn. Ja, dankjewel, wat leuk. Dubbel en dwars verdiend heb ik vernomen. Oké. Is dat zo? Ik hoop het. Ja. Wat vind je er zelf van? Ja, leuk. Leuk zeg. Nou, geniet van je trofee, Joris. En werk ze nog. Zo. Want wat Danielle niet weet, is dat we eigenlijk ook nog een trofee voor haar hebben, voor haar harde werken. Dus daar gaan we nu mee verrassen. Wat jullie eigenlijk niet weten, ja, jij weet het sowieso niet, Jorrit. Maar omdat Danielle zelf ook zo hard heeft gewerkt, hebben we er ook speciaal één voor jou laten maken als verrassing. Dus kijk eens aan, heb ik de eer om deze aan jou uit te reiken. Dankjewel. Ook jij hebt je beste beentje voorgezet. Dank je. Dus geniet ook van jouw trofee. Nou, wat en bedankt lief. Voor je hulp vandaag. Nou, weer een mooie wens in vervulling laten gaan. Leuk om mensen zo blij te maken. Laten we verder gaan. Ja, en op dit moment staan we in Deventer. En als het goed is, woont student Pien hierachter. Pien heeft namelijk een vraag ingestuurd. Zij wilde heel graag een feestje met alle eerstejaars. Helaas vanwege corona kan dat natuurlijk niet doorgaan. Maar misschien hebben we een andere leuke verrassing voor haar. Laten we eerst even opbouwen.
Nou, de voorbereidingen zijn getroffen. Maar wat is nou een feestje zonder studenten? Jongens, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Kijk eens, pak lekker een slinger. Hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Altijd. Zeker. Als jullie nou de bus bewaken, dan ga ik snel Pien ophalen en dan gaan we er een mooi feestje van maken. Goed idee? Ja. Top. Hey, blijf hier. Als het goed is, heb jij een wens opgestuurd. Dat klopt. Leuk. Heb je zin om mee te gaan? Ja, ik heb een verrassing voor je. Super. Ik ben benieuwd. Oké, Pien, als we hier even stoppen. De verrassing is namelijk om de hoek. Dus als jij deze blindenkom zou willen doen, dan leid ik jou er naartoe. Ja, we zijn er. Stop maar. Weet je nu een beetje waar je bent? Ja, we zijn achter de piepen ingelopen. Ja, inderdaad. We staan voor een museum. Heb ik hier nog iets voor jou? Nog een blinddoek? Zodra je hem om hebt, mag je hem afdoen, de blinddoek. En dan mag je lekker gaan dansen, ja? Leuk jongens. Wat leuk. Had je dat verwacht, Pien? Leuk nee, toch? Nee, helemaal niet. Ja. Oh. La 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 la. Is wel je hoeft de zelf toch niet te dragen. Dan zou ik goed doen. Ziet het uur van de dag, zeg je steeds aan je lach. Nou, ik denk dat de missie voor Pien geslaagd is. Wij gaan hier nog even doorfeesten. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hè. Dat was het voor deze aflevering van Saxion on Tour. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dit zie je de volgende keer bij Saxion on Tour. Ah!